zijn hier op AC Graven. We hebben sinds anderhalf jaar deze gebouwen erbij staan om wat ruimte extra te creëren voor de mensen, zodat je wat gelegenheid biedt dat ze wat comfortabeler kunnen wonen. En we hebben sinds anderhalf jaar deze bijvoorbeeld gebouw laten plaatsen. Dus het is eigenlijk nu een woonwijkje aan het worden op het ACC. En zoals je ziet hier, mensen hebben allemaal eigen persoonlijke touch gegeven aan de voortuintjes. En ze voelen zich ook sanang bij waar ze leven. Dit werkt dus? Dit werkt zeker, ja. Dat is voor de mensen, dat maakt dat ze dus ook naast alles wat ze meemaken qua procedure, ze vluchten en wat ze achter zich gelaten hebben, dat ze ook als mens mogen er zijn. Okay, we are Vespros, we are DJ and music producer, and today here we are to perform for refugees. We as Vespros are a thousand miles away from our homeland to chase our dreams too. But to forget to enjoy this present moment and just wait for tomorrow that may never come will ruin our life. And once time is passed, we can never reverse it. With this set, we hope to give you a seconds of peace, a reason to feel the moment and forget tomorrow. Yeah, and as we are ambassador for Vluchtelingen Werk Nederland. Yeah, come and join us. Nou, mooi dat we hier de uitnodiging hebben gekregen om hier ook met buren en zo in contact te komen. Wat me opvalt is dat het echt prachtig onderhouden is. Mooie gebouwen, veel ruimte voor sport en spel. Zowel de school, maar ook de activiteiten. En wat ik ook heel mooi vond om te zien was de recreatieruimte vanuit de sportzaal, maar ook de meedoenruimte. Waarbij mensen ook echt met vrijwilligers uit de buurt gaan kijken hoe dat ze kunnen integreren hier in de lokale samenleving. Meedoen met elkaar, samen aan de slag was de slogan daar bij de meedoenbalie. Dat vind ik heel mooi dat er en veel ruimte is met veel groen, maar ook dat mensen echt worden gestimuleerd om mee te doen. Het belangrijkste is dat je zo goed mogelijk in de harmonie probeert mensen te begeleiden, dat ze kunnen landen, dat ze participeren, dat ze, ook al is het van tijdelijke duur, dat ze zo humaan mogelijk hun leven kunnen leiden. En de procedure is niet zozeer aan het COA, maar wij proberen te zorgen dat ze gedurende de procedure hun bestaansrecht kunnen vervullen. Kinderen ruimte te geven dat ze naar school kunnen. Socialiseren met de buren. We hebben hier gemiddeld genomen circa 50 nationaliteiten die door elkaar lopen. En dat levert wel eens wat miscommunicaties op. Maar je ziet het ook dat ongeacht al die etniciteiten en nationaliteiten mensen met elkaar toch heel goed overweg kunnen. Ben je tevreden? Ik ben zeer tevreden. Elke dag als ik hier naartoe kom, is het wel een stukje feest. Daar ben ik echt oprecht. Want het is dankbaar werk. Dus je ziet het terug, elke dag. Ja. Happy birthday to you.